verkeersinformatie. Er zijn files op de volgende wegen. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Vianen, 7 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brienenoordbrug, 3 kilometer. A4 Vlaarlingen richting Hoogvliet voor de Benelux-tunnel, 3 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Autosnelwegen zijn de slagaders van ons wegennet. Het verkeer op die wegen wordt steeds dichter. Toch willen we veilig blijven rijden. Al in 1970 begon de dienst verkeerskunde van de Rijkswaterstaat met de ontwikkeling van een elektronisch signaleringssysteem. In 1975 werd besloten een verkeerssignalering aan te brengen op Rijksweg 13 tussen Den Haag en Rotterdam en op de noordelijke randweg van Rotterdam. Maar ook op de Rijkswegen 2 en 12 tussen Abcoude en Vianen en tussen Oude Rijn en Driebergen. Het doel is beter gebruik maken van de bestaande wegcapaciteit, verhoging van de veiligheid in het algemeen, maar ook van het werk van de wegbeheerder en de politie. De meetlussen moeten zorgvuldig worden aangebracht, anders zijn de snelheidsmetingen niet nauwkeurig. Met een speciale diamantschijf wordt een groef tot een nauwkeurig vastgestelde diepte in het wegdek gezaagd. Daarin worden draadlussen aangebracht. De groeven worden volgegoten met bitumen. Hierbij mag geen vocht worden ingesloten, want dat heeft invloed op de gevoeligheid van de lus. De signaalgevers zijn aangebracht boven elke rijstrook om aan de automobilist de informatie te geven die voor hem van belang is. Bij onderhoud kan de signaalgever in zijn geheel snel worden vervangen. Werken boven de rijstrook is dus vrijwel niet nodig. Het systeem vraagt om regelmatige en nauwkeurige controles. Zowel van de detectorstations, de lussen in het wegdek, de signaalgevers en de onderstations. Vanuit de centrale wordt elke kabel apart bewaakt. De centrale bestaat uit een tweetal computersystemen en een recorder. De operator heeft een aantal terminals ter beschikking waarmee hij informatie kan geven, bijvoorbeeld een maatregel in verband met uitvoering van werk. De centrale geeft de operator vooraf informatie over de gevolgen van de maatregel die hij wenst. De pijl geeft aan dat verderop de rijstrook is geblokkeerd. Zo'n pijl kan naar links of naar rechts wijzen. Met de signaalgever kunnen adviessnelheden worden getoond, afgestemd op de omstandigheden. Elk beeld is opgebouwd uit een aantal lichtpuntjes. Dat zijn de uiteinden van glasfibers die tezamen door maar één lamp per beeld worden verlicht. Alleen voor het Rode Kruis worden voor de veiligheid drie lampen gebruikt.
Het beeld van de signaalgevers staat ook op het scherm van de operator. Als voor werkzaamheden een tweede rijstrook moet worden vrijgemaakt, kan het systeem vooraf op het scherm aangeven of dat in verband met de verkeersdrukte mogelijk is. Ja, met Piet. Ik sta ervoor. De maatregel kan erop. Over. Bij wegonderhoud moet altijd een afzetting op de weg worden geplaatst. Met een simpele druk op de knop is het systeem hierbij behulpzaam. De kantonier brengt nu als aanvulling nog één of twee hekken aan. Volgens de signalering gaat de snelheid er helemaal uit. De rijstrook wordt door de wegbeheerder snel extra afgebakend. De politie kan, als dat nodig is, aanvullende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een snelheid lager dan 70 kilometer instellen en takelwagens oproepen.